Wanneer is de derde wedstrijd in een ruime week tijd? Hoe staat de ploeg ervoor? Ja, goed eigenlijk. Nauwelijks of niet problemen. Een aantal jongens kunnen sparen van de week. Dus dat is goed. Vroeg kunnen wisselen. Dus daar ook belastingtechnisch rekening mee gehouden. Ja, we hebben Butte natuurlijk geschorst. Twee wedstrijden. Zijn Moor is licht geblesseerd. En voor de rest Nathan is nog geblesseerd, maar vandaag alles meegetraind. Dus die is ook bijna weer speelgerechtigd of speelklaar. En voor de rest is iedereen fit. Ja, je had het al even over de bekerwedstrijd van de week. Ik denk dat je tevreden was. Een snelle goal, wat je het liefst hebt in zo'n wedstrijd. Ja, heel, heel tevreden. Omdat je toch met zo'n wedstrijd kun je ook een stukje momentum verliezen, zeg maar. Niks te winnen, alles te verliezen. Nou, daar hebben we gewoon heel goed over wat ze gespeeld en vrij makkelijk gewonnen. Dus dat deed me deugd. Ja, en dan ging het uiteraard gelijk al over de loting, hè, na afloop. Heb je een voorkeur of zeg je van dan? Ja hoor, zeker voorkeur. Gewoon, of gewoon een amateurploeg thuis. Ik wil zo ver mogen komen. Dus de betere ploegen wil je pas later hebben. En het liefst speel je thuis. Dus er zijn best wel een paar mooie affiches hier in de buurt. Of Barendrecht of Excelsior Sluis. Dat zou natuurlijk voor de regio heel mooi zijn. Ja, we gaan eerst beginnen met de competitiewedstrijd tegen Eindhoven. Dat is ook alweer een hele goede reeks bezig nu. Wij althans. Ja, wij zeker. Ik moet zeggen, Eindhoven doet het ook naar behoren. Een ploeg met een hele goede spelopvatting vind ik. Zetten regelmatig hoog druk. Willen voetballen van achteruit. Dus prima spelopvatting. Hebben een paar hele goede uitslagen neergezet. Zoals Emmen uitwinnen. Graafschap thuis of Graafschap uit 0-0 nog. Recentelijk. Dus best wel een aardige tegenstander. Dus weer een mooi potje. Ja, maar wij zitten wat dat betreft natuurlijk ook in een hele goede fase nu. In die tweede periode. Zeker. En zeker omdat je ook weer je volle oorlogsterkte bent. Dus je kan ook gewoon weer spelen met je vaste opstelling. En dat is ook erg fijn. Dus ik kom volgens mij weer op tv. We spelen weer thuis. Dus ik hoop dat er veel mensen komen kijken. Ja, op een bijzonder tijdstip wel. Ja, dat is wel apart. 4:30. Ik vind het wel lekker. Een keer een andere week. Niet iedere keer dezelfde week. Dus ik vind het wel lekker. Dus een beetje ouderwets, hè. Zaterdagmiddag gaan voetballen, zoals je vroeger deed bij de amateurs. Dus een mooie tijd, 4:30. Dus ja, ik vind het wel prettig. Ja, hopen dat er een hoop publiek op afkomt. Zeker. Het wordt steeds een beetje drukker en steeds enthousiaster. Nou ja, er is nu ook weer alle reden toe met de laatste uitslagen. ADO winnen, IJsselmeervogels winnen. Dus hopelijk komen ze en kunnen we een mooie wedstrijd bieden. Ja, en tegen VV was het ook gewoon genieten hier in het stadion. Ja, daarom. Dus dat is de lat waar we weer naartoe willen. Dominant zijn. Fysiek waren we toen ook heel sterk. Eindhoven heeft ook een hele fysieke ploeg die veel duel aangaat. Dus als we dezelfde intensiteit kunnen brengen in die wedstrijd. En met name ook de kwaliteit weer aan de bal kunnen brengen die we die wedstrijd hadden. Ja, dan wordt het weer een mooie wedstrijd.